Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Met in deze editie. De persconferentie van ADO Den Haag met trainer Fons Groenendijk en een gesprek met speler Danny Bakker. ADO Den Haag pakte in de laatste twee duels 6 punten. Dit weekend komt FC Groningen op bezoek. Weer een 3-punter zou heel welkom zijn. Haaglanden Voetbal was vrijdag present bij de persconferentie en Rob Blankenstein stelt de vragen. Morgenavond tegen Groningen, derde wedstrijd in 6 dagen. Je hebt van de week ook aangegeven, het is maar nog de vraag of spelers belastbaar kunnen zijn voor zo'n korte tijdsperiode in 3 wedstrijden. Ja. Gaat dat morgenavond ook een rol spelen qua opstelling? Ja, weet je, als je wint, dan voel je geen vermoeidheid. En ik heb natuurlijk aan al die gasten gevraagd, joh, hoe staan we ervoor? Ook de wat oudere jongens, maar ja, er is er geen één die zegt, trainer, ik even niet. Dus dat is een goed teken en dat komt eigenlijk natuurlijk door de overwinningen die we de laatste weken halen. Ja, dat werkt als doping. En je gaat de vermoeidheid pas voelen als je iedere week een pak slaag krijgt. En dan ga je overal pijntjes voelen. Maar nu, ja, ik hoor niemand klagen. In deze fase van de competitie zie je ook de meest vreemde uitslagen. Chris Kuhn doet er alles aan om ADO Den Haag te helpen. Ook gisteravond bleek dat weer. Roda pakt toch de punten uit op een gegeven moment. Was dat een kleine tegenvaller? Nou ja, weet je. Ik ben eigenlijk iemand die constant zegt, wij moeten het gewoon op eigen kracht doen. Dat zeg ik ook voortdurend in de groep. We moeten het zelf doen, we hoeven geen hulp te verwachten. En toch kijk je naar zo'n wedstrijd natuurlijk als die gespeeld wordt. En dan zie je werkelijk iets wat je bijna niet kan bevatten. De kansen die Zwolle gisteren kreeg. Nou ja, ik kon het. Ja, je zit er naar te kijken en je gelooft het niet. Maar het gebeurt, dat geeft al aan in de situatie, hè, waar wij nu in aanbeland zijn in de competitie. Dan zie je de gekste uitslagen. Ja, het moet gisteren 1-5 zijn, maar het wordt wel 2-1. Dus ja, daar kan je heel druk op maken, maar ik kijk dan toch liever naar onze eigen ploeg en de ontwikkeling daarvan. En dan zie je dat wij ook de winnende weg zijn ingeslagen. Nou ja, dat is het enige waar je wel invloed op hebt. En wat daar dan gebeurt in Limburg op zo'n moment, ja, daar heb je toch geen invloed op. Morgenavond, zaterdagavond, hier thuis tegen Groningen. Wat vind je van die ploeg op dit moment? Ja, het is natuurlijk een kwalitatief, is het gewoon een sterke selectie. Groningen is gewoon een ploeg die een wisselvallig seizoen beleeft. Ze hadden daar toch er wat meer van verwacht. Om de een of andere reden komt dat er niet elke week uit. Het is wisselvallig. Maar daar schuilt meteen het gevaar. En zij spelen nog steeds voor play-offs Europees voetbal. Dus wij nemen elke tegenstander nemen we bloed serieus. Dat moet ook. Maar we gaan wel uit van eigen kracht. En dat is wat we doen. Dan hou je uiteraard wel rekening met de kwaliteiten van Groningen. Wat zijn hun kwaliteiten, vind jij? Nou, ze kunnen ongelooflijk snel schakelen. Vanuit een verdedigend blok hebben ze veel kwaliteit om er snel uit te komen. Hè, met snelle, ook behendige spelers voorin. Je moet echt daar wel voor uitkijken. Het is een ploeg. Ze geven je het gevoel dat je beter bent. Ze proberen je een beetje in slaap te sussen en om vervolgens heel hard toe te slaan. Ja, daar moeten wij natuurlijk iets tegenover zetten. Daar zijn we nu vanaf Willem II uit. Ja, eigenlijk vanaf dat we de bus instappen zijn we er alweer mee bezig. En ja, het is kort dag, maar we hebben vooral veel rust gegeven, licht getraind. Maar ook wel weer veel gesproken en beelden laten zien. Dus iedereen is klaar voor de wedstrijd. We zullen zien hoe het loopt. Tot slot, 3 wedstrijden, 9 punten. Zou die beter kunnen? Nou ja, dat is zo. Maar ja, dat komt zo nog wel met Alberto. Maar natuurlijk, iedereen wil dat. Wij ook. Maar ook ik. Waar was je zelf van uitgegaan dan? Ja, nou ja, weet je, je kan nu zeggen, ja, de week is al geslaagd met 6. Maar zo praten wij niet. Want iedere wedstrijd biedt winstkansen. Nou, en als je dat zou kunnen voor elkaar krijgen, 9 uit 3. Ja, dat is geweldig. Maar dat zal weer niet vanzelf gaan. En het vraagt weer een ongelofelijke inspanning van de groep. De hele groep. Ik merk dat. Iedereen wil daar onderdeel van zijn. En dat is mooi om te zien.
Danny Bakker heeft sinds de komst van trainer Fons Groenendijk zijn vertrouwen weer terug. Bakker is ook weer belangrijk voor de ploeg en zit nu lekker in zijn vel. Rob Blankenstein namens Haaglander Voetbal in gesprek met hem. Danny Bakker, 6 punten binnen 4 dagen. Hoe lekker is dat? Ja, dat is natuurlijk wel een hele lekkere gevoel. En zo zie je dat het weer zo anders eruit kan zien binnen 4 dagen. En dat is wel ook lekker voor het team. Voetballend gedeelte komt op de eerste plaats uiteraard, maar ook het mentale gedeelte speelt dan een rol, zeg maar. Ja. Wat dat betreft hebben jullie dat laatste ook ogenschijnlijk goed voor elkaar. Ja, je ziet dat het hechter is geworden en meer een team. En dat is heel erg belangrijk in de situatie waar we nu in zitten. En dat staat gewoon nummer 1 en niet jezelf. En dat is eigenlijk nooit in de voetballerij natuurlijk. Maar ja, als het team op de eerste plaats komt en het gaat goed, en dan komt de individu vanzelf. En dat zie je bij sommige spelers die dan daaruit ook weer vanuit daaruit uitblinken. En dat is alleen maar mooi. Na de winst op Roda afgelopen zondag waren de volgers ervan overtuigd dat er in minimaal 1 wijziging plaats zou vinden. Beugelsdijk in plaats van Meister, maar de trainer houdt vast aan het elftal wat Roda versloeg. Daar kan je ook een stuk vertrouwen uithalen. Ja, tuurlijk. Maar als de een het goed doet, kan hij ook blijven staan. En dat is ook gewoon van onze groep dat de concurrentie heel groot is. En iedereen doet het ook goed op de trainingen en iedereen is ook met elkaar bezig en dat is alleen maar mooi. Maar het is natuurlijk nooit leuk om als je team hebt geholpen en dat je dan op de bank zit. Maar als een ander het goed doet, dan is het eigenlijk wel logisch dat hij dan blijft staan. Vooral na zondag, maar sommige spelers begrijpen dat ook wel. Je hebt nu een vast plekje veroverd binnen het elftal, wat nog geen garantie inhoudt dat je de komende 5 wedstrijden blijft staan. Ik heb even de cijfers nagekeken. Je hebt tot nu toe 14 keer dit seizoen op het wedstrijdformulier staan. Vorig seizoen was dat 33 keer. Ja. Wat is het verschil? Ja, vorig jaar heb ik natuurlijk onder Vreese gewoon bijna alles gespeeld. Was ik 1 keer geschorst. En toen voelde ik me ook heel erg goed. Nou ja, de eerste helft van het seizoen van dit seizoen heb ik heel weinig gespeeld. En als ik speelde was het ook niet altijd mijn niveau wat ik vorig jaar haalde. Of jaren daarvoor. Dus dat was ook wel een verschil. Maar als je dan 1 keer in de 5 weken speelt, dat is natuurlijk geen lekker gevoel. En dan kom je ook niet in je ritme. En dan kom je ook niet in je spel. En als je dan nu ook, als ik nu naar mezelf mag kijken, gaat het ook steeds beter. Dat ik ook steeds meer ritme krijg. En dat is voor een voetballer het allerbelangrijkste. Een trainer is ook bepalend in dat hele verhaal. Heb jij wat dat betreft een beter gevoel bij de huidige trainer als de vorige trainer? Nou ja, ik ga niks zeggen over de vorige trainer. Ik wil meer focussen op het nu. En ik ben gewoon blij dat ik nu kan spelen. Zaterdag zie je thuis tegen Groningen. Wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Hun hebben ook nog belang, zeg maar, bovenin. Ja. Om zeg maar, de PD nog te halen voor Europees voetbal. Wat verwacht jij van die wedstrijd? Nou, Groningen is best wel een gevaarlijke ploeg. En die kunnen ook counteren en kunnen ook voetballen. Dus weet je wel, een mix van alles. Maar ze spelen nooit echt elke keer in de vaste opstelling. Dus het is heel erg lastig om het te analyseren. Maar dat hebben we gewoon goed gedaan. En we zijn voorbereid. Maar het zal een hele lastige wedstrijd worden. Groningen wil misschien nog gaan voor de play-offs natuurlijk. En wij moeten gewoon wegwezen uit deze situatie waar we goed aan begonnen zijn. Dus we proberen om morgen weer verder te gaan. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer. Tot dan! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.